De nieuwe minister van Justitie en Politie, Stuart Getrouw, heeft gisteren kennis gemaakt met de leiding, staf en personeel van de Beveiliging- en Bijstandsdienst Suriname. Bij die gelegenheid heeft de minister aangegeven dat de reorganisatie van de BBS prioriteit geniet. Volgens Getrouw bevindt de dienst zich in een transformatiefase waarbij gestreefd wordt naar een moderne beveiligingsorganisatie voor de overheid. Momenteel wordt met het ministerie van Binnenlandse Zaken samengewerkt aan de organisatiestructuur en herwaardering van het personeel. Getrouw verder aan geconfronteerd te zijn met de recente ontwikkelingen met betrekking tot de BBS-dienstleiding. Volgens hem heeft dit gebeuren zijn aandacht en samen met de directie zal hij zoeken naar een bevredigende oplossing. Patrick Campagne, het waarnemend hoofd van de BBS, deed een terugblik in de geschiedenis en ontwikkelingen van de BBS sinds de oprichting in april 1970 tot heden. Hij ging ook in op enkele knelpunten waarmee de dienst kampt. Het belangrijkste op dit moment is het tekort aan beveiligingsambtenaren. De campagne gaf te kennen dat er reeds een proces van werving en selectie van nieuwe manschappen heeft plaatsgevonden. 69 recruten zijn toegelaten tot de basisopleiding. De BBS bestaat nu uit 245 geïnformeerden en 11 burgerpersoneel. Uitgaande van het aantal objecten en subjecten dat beveiligd moet worden, zijn volgens campagne in totaal 536 beveiligingsambtenaren nodig. De campagne zegt dat de BBS hoopt op een vruchtbare samenwerking met de minister. Volgens hem zal het uitgestippeld beleid volledig ondersteund worden door de dienst.